Yes mensen, welkom bij deze tweede aflevering in deze miniserie over Tour de Titema, waarmee we de Tour de France aan het fietsen zijn. Etappe nummer 8 zijn we nu onderweg. Een kopgroepje van 5 mensen. Jullie hebben in de vorige aflevering kunnen zien hoe ons de eerste 7 etappes zijn afgegaan. Dat ging redelijk goed, 2 etappen winsten. We hebben de bolletjestrui met Jordi Bouts, dus dat gaat goed. De gele trui is op dit moment in handen van Bert-Jan Lindeman, die heeft de gele trui gepakt in de bergetappes. En met Inkelaar staan we nog steeds 5 in het klassement, dus dat gaat goed. Martijn Budding staat nog 2e in het puntenklassement en gaat hier dadelijk in de tussensprint ook proberen te sprinten. Iets heuvelachtige etappe is dit, dus ik denk dat we in het voordeel zijn ten opzichte van Timothy Dupont, die op dit moment de groene trui heeft. Hiervoor fietst hij. Dus hopelijk kunnen we deze etappe weer wat punten goed maken op die groene trui van Timothy Dupont. Ook Koever meldt zich aan het front voor die tussensprint. De eerste 5 zijn er al door en wij gaan nu sprinten voor die overige punten. Hier wil ik niet zijn. Kijken of Budding vermeld voor nog bij kan, dat is helaas niet zo. Maar ik zie ook geen Timothy Dupont. Bloem die pakt de overige punten op. Timothy Dupont geen punten, dus we lopen iets in. Maar het verschil is nog zo groot, 80 punten. Dus we moeten het echt hebben van die eindsprint vandaag. Het was eigenlijk niet de bedoeling, maar Arthijs de Vries heeft een klein gaatje te pakken. Maar dat gaat hij natuurlijk niet volhouden, hij heeft te weinig energie daarvoor. Ik wil gewoon wat tempo maken om te zorgen dat misschien Timothy Dupont iets meer sprintenergie kan verliezen in die aanloop. Want wij zitten hier heel goed gepositioneerd. Maar ja, Timothy Dupont die zit daar natuurlijk ook goed van voren met zijn ploeg. Joren Bloem gaat hier sprint aantrekken voor Budding. Inkelaar zit ook in zijn wiel omdat we die natuurlijk ook goed willen afzetten zodat hij geen tijd verliest. Timothy Dupont zit hier in het wiel van een ploeggenoot. Die gaat nu ook zijn sprint inzetten. Dat is al vrij vroeg, 1,5 kilometer voor de finish. Maar dat doen wij ook. Hier rechts zien we Van der Horst, die hebben we nog niet eerder gezien. Links Emiel Vermeulen is dat. Onze sprint is hier helaas op. Dus Timothy Dupont wint deze etappe voor Vermeulen. Budding pakt nog wel wat bonies. Hij staat niet meer zo goed in het algemeen klassement. Volgens mij staat hij 10e. We verliezen dus ook weer wat punten. Verder geen interessante dingen. Inkelaar eindigt ook gewoon mooi in de top 10, zodat we met hem geen tijd verliezen. Wel een klein gaatje hier, 29 man, die misschien wel wat secondes gaan pakken, maar dat denk ik niet. We gaan dadelijk even kijken wat dat met het algemeen klassement doet. Algemeen klassement bijna niet gewijzigd, behalve dat Timothy de Polstein daarom voorbij gaat vanwege zijn bonificatieseconde. Puntentrui, we staan inmiddels meer dan 100 punten achter, dus dat is eigenlijk wel een bekeken zaak. Bergklassement niet veel verandering natuurlijk door die vierde categorie heuveltjes, 1/3 categorie. Jordi Bouts nog steeds ruime voorsprong op de nummer 2. Dat is die Luxemburger Kes van Materiaal Velo. En de jongere trui naar voren pro. En daar komen wij eigenlijk niet naar voren. Joren Bloem, 12 minuten, dat gaan we natuurlijk niet meer goed maken. Ploegklassement is nog steeds voor Soudal Quickstep. De volgende etappe gaat ons brengen naar de Puy de Dôme. En er is een kopgroep weg van 15 man. We krijgen nog geen 3 minuten. Is wel redelijk constant dat verschil. Ook geen gevaarlijke klassementsrenners daarbij. Misschien wel een paar voor de bolletjes thuis zien. Kes die mee is. Ik zag daar ook iemand anders. Ja, Victor Broeks. Die staat ook op 9 punten in het bergklassement. Hier Kersten 15 punten. Hier nog iemand met 8 punten. Dus sowieso Luca de Meester, de nummer 3 in het klassement. Dus de nummer 2-3 klassement zijn mee. Maar er zijn 3 derde categorie klimmetjes. Dus ik vond het niet de moeite om mee te gaan. Dus we moeten ook zorgen dat zij in ieder geval niet op de Puy de Dôme als eerste aangekomen. Want dan hebben we natuurlijk wel een groter verschil. Of een minder groot verschil voorsprong. Of sterker nog een achterstand. Dus dat moeten we zien te voorkomen vandaag. Inmiddels 2 kilometer voor de meet zijn er wel een aantal mensen genemereerd. Onder andere Lindeman en natuurlijk de rest van de favorieten. Inkelaar heeft er wel meer moeite mee. Heeft ook wat minder energie dan de rest. Ook minder energie dan de dagen ervoor. Zoals Jordi Warlop heeft hij moeite om bij te houden. Ook had ik moeite met om hem water te geven. Zoals je ziet, hij komt dat net tekort. Ik weet niet of dat invloed heeft als het gaat knipperen. Of dat dat later pas invloed heeft. Martijn Bunning kan ook nog goed mee, maar deze etappen zijn we beduidend minder dan de rest. Stijn Dame, Dupont die er nog tussen hangen, Marchand, Forepoix, Lecoeur, ik weet nog steeds niet hoe je die naam uitspreekt. En Bert-Jan Lindeman gaat zo te zien in de gele trui deze etappe ook pakken op de Puy de Dôme. Hij begint al met juichen en wij gaan binnenkomen rond de 3 minuten zo te zien. Dat lijkt er in ieder geval op uit te rijden dat de top 5 in ieder geval uitvallen. We zijn inderdaad binnengekomen op 3 minuut 34 in dezelfde tijd, of bijna in dezelfde tijd als Timothy Dupont, Stijn Dame nog.
Maar de rest eindigt daar toch wel met ruim verschil boven. Dus ja, die zijn we sowieso kwijt in het algemeen klassement. We staan nog wel vijfde, maar Dupont en Steindame die naderen ons allebei. Vrij dicht binnen de 20 seconden staan ze allebei. Maar het gat daarna tot Jordi Warlop is toch wel groot. En ik verwacht Jordi Warlop in de echte bergetappes ook niet. Want dit was een middengebergte etappe zoals je hier kan zien. Wat ook best wel gek is, want het is toch wel een steile bult op het eind. Martijn Budding valt net buiten de top 10. Maar verder geen grote verrassingen, denk ik. Puntenklassement onveranderd. Jordi Bouts wordt toch wel redelijk bijgehaald door de echte klassementsrenners. Dus we moeten ook oppassen dat die niet te veel punten gaan pakken. Ook al kunnen we dat natuurlijk niet echt voorkomen. Maar goed, dan moeten we toch in de gaten houden dat we dadelijk weer wat meer mee in de kopgroep springen. Verder weinig wijzigen. Dus dan gaan we op weg naar etappe nummer 10. Okay, het heeft een beetje verkeerd uitgepakt aan het begin van de 10e etappe. Ik wilde meegaan natuurlijk met Bouts omdat hij al die bergpunten moet gaan oprapen. Maar uiteindelijk is Budding die weg mocht komen. Ze lieten niet alles gaan. Dus ik moest maar gewoon wat counteren. En uiteindelijk zit Budding nu mee. Zo gaat dat nou eenmaal in het wielrennen. Soms zit je niet mee met de renners waarvan je het wil. Samen met nog een andere renner gaan we proberen bij de kopgroep te komen. Waar Broeks ook weer in zit. Centrone die ook al een aantal punten heeft. We staan virtueel nog bovenaan. Maar je ziet al dat er gewoon meer mensen werk hebben gemaakt van die bolle trui. Even kijken of wij hier bij deze 9 koplopers aan kunnen sluiten dadelijk. Kijken of we misschien met Martijn Budding die bergsprints even kunnen. Want hij is natuurlijk wel de snelste in de kopgroep. Hij is gewoon de sprinter daar. Eerste bergsprint winnen we in ieder geval. Maar het duurt nog wel even voordat we te zien zijn in de top 10 van het virtuele bergklassement. Het is natuurlijk ook een doel van Martijn Budding om dadelijk die tussensprint te pakken. En misschien kunnen we zelfs de ritoverwinning pakken vanuit de vlucht. Van der Horst zit er ook bij, is natuurlijk ook een hele rap man. Hebben we al top 3 zien fietsen in een eerdere etappe. Op kop 1 man van Tartaletto, dus die trekken er ook niet al te hard aan. Volkers Wessel heeft ook 1 mannetje. Of ik zeg 1 mannetje, maar die rijdt eigenlijk nog niet eens hard mee. Van de kopman Bert-Jan Lindeman, de leider in de Tour de France. En ook Timothy de Pont stuurt maar 1 mannetje mee. Of heeft 1 mannetje op kop. Dus ben benieuwd of deze kopgroep meer ruimte gaat krijgen dadelijk. Ik weet niet of er meer renners zijn die interesse hebben in de tussensprint. Maar ik ga voor de zekerheid maar even alvast op 85 op kop fietsen. Want dat is het hardste wat je kan fietsen zonder rode energie te verliezen. En ik denk dat er hier niemand mee gaat sprinten. Dus kan ik gewoon als eerste over de tussensprint komen. Kan ik alvast die 20 punten meenemen. En hopelijk dadelijk nog een heel aantal punten aan de finish. Want ik weet eigenlijk niet hoeveel er zijn. 30 punten. Oké, dus dan kunnen we al wel redelijk in de buurt komen van Timothy de Pont. Martijn Budding gaat ook de volgende bergsprint winnen. Voor Van der Horst is dat. Centrone zat er ook goed bij. Komen nog steeds niet in de top 10 van het bergklassement. Want die tweede categorie bergsprints die zijn maar 5 punten waard. Dus we hebben nu virtueel nog maar 10 punten met Martijn Budding. De kopgroep is inmiddels teruggepakt op de top van de laatste tweede categorie claim. Er zijn nog wel wat aanvallen, ook van top 10 kandidaten van het klassement. Ik moet even uitkijken dat die niet te ver weg fietsen. Ik dacht misschien kunnen we deze etappe voor Joren Bloem gaan kijken hoe hij kan sprinten na deze heuvelachtige etappe. Want Martijn Budding kunnen we niet zoveel meer mee. Die rijdt hier ook al op achterstand. Timothy de Pont zit er in de gele trui goed bij. Ook Bert-Jan Lindeman in de gele trui uiteraard. En dan gaan we naar de voorbereiding met Roel van Sint Maartensdijk voor de laatste massasprint. We zien hier nog wel een aantal demarages van een aantal renners. Nu is het Busato die weg is gereden van Circus. En Kopecky gaat al dicht fietsen, geeft het nu over aan Inklaar. Die gaat Bloem inleiden voor de sprint. Maar hierachter zien we ook al de lead-out voor Warlop die er heel goed uitziet. Timothy de Pont heeft geen ploegmaten meer bij zich, maar die gaat het alleen proberen. Dan is het Inklaar die nu de sprint in gaat zetten. En Joren Bloem in zijn wiel. Die gaat eens kijken hoe hij in de sprints kan gaan tonen. Maar het is toch de Pont die hem gaat verslaan. Joren Bloem wel tweede. Heel netjes van hem. En Jordi Wall op derde. Lawless vierde. Uiteindelijk Busato die weg was gereden. Die nog vijfde wordt. En dan is het Marchand de zesde. En de gele trui die als zevende over de finish komt. Inklaar nog als achter de finish. Dus die verliest geen tijd. Ik denk ook dat alle top 10... met renners uit de top 10 hier ook bij zitten. Ik zie hier... ik dacht dat even de witte trui was. Maar dat was gewoon Scorpions Racing team. Ben benieuwd of er misschien nog wel veranderingen zijn in de top 10 van het klassement.
Juist, een tweede plek voor Joren Bloem, dus Kevin Inklaar als achtste. En we zien inderdaad dat Inklaar wel een plekje is verloren, omdat Dupont natuurlijk de etappe heeft gewonnen en 10 bonussecondes heeft gepakt. Dus dat is wel vervelend. Maar goed, nogmaals, ik verwacht dat Dupont in de echte bergetappes toch nog wel wat meer tijd gaat verliezen. Vooral omdat Inklaar gewoon de betere klimmer is. Dus ja, dat moet wel gebeuren. Eerst is het tijd voor een vlakke etappe. Ja, waarschijnlijk niks bijzonders. Peters in de kopgroep. Ik vraag me af of dat broers zijn of neven. Vast wel. Geen idee. Ik ken ze ook eerlijk gezegd niet. Ja, een paar honden die nog erachteraan springen, maar het zal niet een al te groot kopgroep worden. Want hier gaan de Lotto's al achteraan fietsen, dus ze willen niet al te veel man laten gaan voor die massasprint. Ik denk dat ze met Lotto, met Lawless, nog graag een etappe zouden willen winnen, wat ik ook wel snap. Want volgens mij heeft hij nog geen etappeoverwinning deze ronde. En er zijn natuurlijk ook meer ploegen die gebaat zijn bij een massasprint, zoals Tartaletto met Dupont die ze nog steeds hebben. En ook wij met Martijn Bunning, die wel naar een top 3 plek zou kunnen sprinten. Nog maar 10 kilometer te gaan, kopgroep is teruggepakt en zoals gewoonlijk gaan de sprinttreinen het dan overnemen. Ik word hier een beetje weggedrukt door Lotto, misschien moeten we aan de linkerkant van de weg gaan fietsen. Voor de mensen, als je het niet weet, je kan met de rechtermuisknop ingedrukt, kun jij jouw renners van links naar rechts laten fietsen. En zo kun jij bepalen waar ze op de weg fietsen. Dus als ik nu helemaal naar rechts ga, dan kan ik daar misschien uitkomen. Nee, dat lukt niet. Dus zo kun je je beter positioneren. Voor de mensen die dat niet wisten, is dat wel een nice to know. Ja, Tenfield moet het toch gaan overnemen van Tietema. Maar ik wil het tempo dit keer wel wat hoger houden. Omdat ik de vorige keer heb gemerkt dat je van voren moet zitten. Om daadwerkelijk ook kans te maken op de ritoverwinning. En dat zat ik niet altijd. Dus we gaan het tempo gewoon hoog houden. Kijken of we dan die sprint kunnen winnen. Kopecky kan er hier wel goed uitkomen aan de rechterkant van de weg. Bloem kan het wiel van hem wel houden. En dan Martijn Budding moet daarna aangaan. We hebben een hele goede lead-out. Maar ik denk dat we net iets te laat zijn aangaan. Dupont, Lawless tweede, dan Jordi Wallop, eigenlijk wel de gebruikelijke drie die ook voor de top 3 gaan. Emil Vermeulen zien we ook elke keer en daar komt Martijn Bunning als zesde over de finish samen met Joren Bloem als zevende. Rick Oldema zit ook in de top 10 en ja, verder Geeltrui zit gewoon netjes in het peloton. Geen gekke dingen gebeurd verder deze etappe, dus ik zou zeggen we gaan meteen door met de volgende etappe, etappe nummer 12. Dit keer is het me wel gelukt om met Bouts in de kopgroep te geraken, sterk nog is het ook weer met Budding mee. We zien onder andere Tibor Tel Grosso, de veldrijder of mountainbiker, in ieder geval een van die twee disciplines zit hij in. En dan dus twee man van ons, verder niet zo'n hele interessante namen. Ja, de meester, Kersten, Kes, die doen allemaal mee voor de bolletrui, maar goed, wij moeten die dus kunnen verslaan op deze berg, omdat ja, Jordi Bouts ook gewoon een van de beste klimmers is. Eerste bergsprint dan, ik ben net iets laat aangegaan denk ik, ja, hier gaan we geen punten pakken helaas. Maar dat maakt niet zo heel erg uit, dat is een derde categorie, dus dat zijn ook maar 2 puntjes. Ik hoop dat ik de volgende bergsprint wel wat meer punten ga halen, want ik heb ze wel nodig. Want ja, Bert-Jan Lindeman die gaat echt dichtbij komen dadelijk als die echte grote bergetappes er nog aankomen. Ik denk dat we het deze keer beter hebben gedaan. We komen als eerste boven inderdaad op deze gecategoriseerde klim. 2 punten voor ons dus, samen op 51 punten. Dat zijn er 10 meer dan Bert-Jan Lindeman. Ja, tweede wordt Kersten, boeit niet zo heel veel, want die staat toch nog wel verder. Ik denk dat ik me wel gewoon weer terug ga laten zakken. Misschien dat ik na de eerste, of ja, de eerste, tweede categorie berg, dat ik dan gewoon doortrek met Jordi Bouts als hij een groot genoeg voorsprong heeft. Daarom ga ik Martijn Budding wel even flink tempo laten maken op dat eerste klimmetje. Kijken of dat ja, goed uitpakt. En inderdaad, het heeft effect, want Martijn Budding is nu klaar met overnemen. En Jordi Bouts kan het gaan overnemen van hem. Er zitten nog maar 2 man in mijn wiel, zijn Ottema en even kijken, Maurice, Wessel Maurice is dat. Ja, helaas moet Budding afhaken, maar we hebben er genoeg afgereden. Vooral de meester is belangrijk dat we die eraf hebben gefietst. Nummer 4 in het bergklassement. Nu is het wel jammer dat Bouts energie ook op is. En dat betekent dat Ottema en Maurits allebei samen doorgaan. Die gaan ook de punten verdelen. En Jordi Bouts die zwemt er nog een beetje tussen. Dus ik denk dat hij gewoon elke keer derde gaat worden op elke categorie. En dan pakt hij dus overal 2 punten. Wat ik niet heel erg vind, want deze twee zijn totaal niet belangrijk voor het algemeen. Of het bergklassement. Ja, laat maar zitten. Jordi Bouts is al teruggenomen door het peloton. En we moeten het doen met Inklaar op dit moment die een beetje achteraan bungelt. Dus we moeten zorgen dat we niet al te ver achteraan komen. Peloton nog ongeveer 20 man groot. Of precies 20 man, gelukkig dat de PCM precies zien. Dupont opkomt nog steeds voor Gianni Marchand, denk ik. Of ja, hij gaat het uiteindelijk zelf afmaken. Maurice die heeft Ottema in ieder geval moeten laten gaan. Dus Ottema op dit moment solo aan de leiding.
Op de een of andere manier zullen we toch van Timothy de Pol af moeten komen. Ook omdat we niet zo'n hele goede sprinter meer bij in de peloton hebben. Dus we gaan gewoon met Kevin Lincolnshire aanvallen en kijken waar dat ons gaat brengen. Peloton nu op 28 seconden samen met Rick Ottema en Timothy de Pol moet het gaan dichtfietsen. Dus dat betekent ook dat er weer zwaar aan de boom geschud gaat worden. En ja, zien we hier nu de gele trui en de witte trui allebei in problemen? Ik denk het niet. Ik denk gewoon dat ze een beetje achteraan fietsen. Het nog een beetje afwachten. Ze kunnen die afdaling natuurlijk weer wat opschuiven. Maar peloton op dit moment 12 man groot. Lijkt er niet op dat Lincolnshire echt weg kan komen. Dus misschien moeten we hem dadelijk maar even terug laten zakken. Pakte wel hier 5 punten voor het bergklassement. Ook hij staat daar nog in de top 10. Kunnen we daar eens even kijken hoe ver hij daar virtueel staat, 7e op 22 punten. Dus dat is ook niet verkeerd. Ik denk dat ik me toch inderdaad terug ga laten zakken. Want het heeft toch niet zo heel veel zin om hier vooruit te blijven fietsen. Het is er toch helemaal weer stilgevallen in peloton. Dus ik ga gewoon proberen te demareren. Kijken wat er gebeurt. Misschien krijg ik een paar man mee. Misschien dat er ook een paar man het laten gaan. Ja, de gele trui zelfs, die laat het gaan. Die gaat er nu wel achteraan fietsen. Maar dit is misschien wel het goede moment om even door te trekken. Gele trui zit niet op dat. Ook Stijn Dame, 7 in het algemeen klassement. En nummer 3 in het algemeen klassement. Lecair staat er ook bij. Oxalto 13e, Ottema 12e. Dat zijn niet de belangrijkste renners. Maar ja, het ziet er toch naar uit dat Lindeman dat nog wel gaat dichtfietsen. Maar daar gaat hij wel veel krachten mee moeten verspelen. Ondertussen is het peloton weer compleet en zelfs Bloem, die op 5 minuten fietste in de afdaling, zit er nu erbij. Misschien kan ik hem nog gaan uitspelen in de sprint. Maar ik ga als eerste proberen met Lincolnshire nog een aanval te plaatsen. Op 10 kilometer van de finish moet toch wel een gaatje kunnen krijgen. Dat krijgt hij ook inderdaad. Maar misschien moeten we toch gewoon voor Bloem gaan in de sprint uiteindelijk. Want ik denk niet dat Timothy de Pol nog veel energie heeft. Laten we Bloem gewoon Timothy de Pol laten volgen en kijken hoe ver hij kan komen op dit moment. Oké, ik heb Lincolnshire ook nog even in het wiel van Warlop gezet. Dus we gaan even kijken wie van de twee hier het hoogste ogen gaat gooien. Lincolnshire met de meeste energie, maar Jeroen Bloem, ja, natuurlijk wel een betere sprinter. Lecair, de nummer 3 van het klassement, gaat nu voor Warlop de sprint aantrekken. Ja, wij komen er eigenlijk niet aan te pas. Die hebben toch nog wel een stukje meer energie over. Ik denk ook dat dat voornamelijk komt omdat Dupont en ook Warlop wat meer uitgangsmogen en weerstand hebben. En Lawless natuurlijk ook. Ja, Lincolnshire heeft dat gewoon niet. En eigenlijk de rest van het peloton heeft dat niet. Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom de verschillen zo groot zijn. Bert-Jan Lindeman zal het ook nog wel hebben. Ja, redelijk wat. Maar goed, Lincolnshire op de vierde plek is niet verkeerd. Helaas net geen bonus gepakt. Maar dat betekent ook dat het algemeen klassement redelijk hetzelfde eruit gaat zien na vandaag. En inderdaad, geen wijzigingen in de top 10. Lincolnshire nog steeds 6e. Timothy de Pol loopt natuurlijk nog uit vanwege zijn zoveelste etappe-overwinning. Ik weet niet hoeveel hij er inmiddels al heeft gewonnen, maar het zijn er in ieder geval veel. Bert-Jan Lindeman nog steeds in de gele trui. Ja, puntenklassement. Dupont ruim aan de leiding. 280 of 180 punten beter gezegd. Voorsprong. Bergtrui is nog steeds van Jordi Bouts. Daar hebben we wel wat punten mee gepakt vandaag. Jongertrui is ook redelijk in een plooi gelegd. En ook het teamklassement. Dus ja, vanaf nu is eigenlijk nog alleen maar het algemeen klassement een beetje spannend. En het bergklassement ook nog wel. Maar de rest van de klassementen, ja, wat ik zeg, dat is wel een redelijk uitgemaakte zaak. Hier gaat het eigenlijk nog alleen maar tussen de bovenste drie. En daarachter zit gewoon een heel groot gat. De strijd om plek 5 is nog wel in volle gang. Want daar staat nog iedereen binnen de minuut, wil ik zeggen. Of anderhalf minuut als je Jordi Warlop ook nog meetelt. Dus het wordt nog een interessante tour. Vandaag is het dan de beurt aan de twee trapsraket richting de Grand Colombier. En we zitten weer mee in de kopgroep met Jordi Bouts. Proberen op die eerste gecategoriseerde klim als eerste boven te komen. De Grand Colombier zelf gaat het waarschijnlijk niet worden, want we krijgen niet heel veel ruimte met dit groepje. Groepje van 17 en er zitten ook weer andere gegadigden in voor de bergtrui. De meester zit er weer bij. En voor de rest valt het eigenlijk ook wel mee. Jan-Willem van Schip zit vandaag mee. Die hebben we eigenlijk de hele tour nog niet gezien. En een kop van het peloton, uiteraard volgens Wessel, voor de man in de lijfstrijd, Bert-Jan Lindeman. Het is dan natuurlijk lastig om in zo'n grote groep de bergsprint te gaan winnen. En vooral als het zo hard gaat. En vooral als wij nog weinig energie hebben. Ottema die staat natuurlijk 11 in het klassement, dus we weten dat hij goed kan klimmen. En Jordi Bouts, ja, die gaat er eigenlijk niet aan te pas komen deze bergsprint, ben ik bang. Nee, inderdaad, we gaan geen punten pakken. Misschien nog eentje. Nee, helaas. Goed, misschien moeten we dan Jordi Bouts maar terug laten zakken in het peloton. We kunnen wel eigenlijk wel vooruit blijven. Het heeft 6 minuten.
De meester zit hier pas, dus die pakt ook geen punten. Hier zit nog een renner tussen. En dan kunnen we eens gaan kijken hoe ver de voorsprong nog is op het moment dat we beginnen aan de Grand Colombier. Kopgroep intussen begonnen aan de Grand Colombier. En we zien dat het peloton nog maar 45 man groot is, waar al onze renners nog bij zitten. Dus zelfs Bas Tietema zit er zelfs nog bij. Die beschermt Inklaar en we proberen natuurlijk Inklaar zo goed mogelijk af te zetten aan de voet. En dat is gewoon uitstekend gelukt. Komen nog wel wat renners terug van achteren aansluiten, maar dat zijn natuurlijk niet de belangrijkste renners. Een heleboel van Metex zien we er hier, van DSM en natuurlijk ook van voren, ook Lotto, Destiny, de opleidingsploeg daarvan, zien we veel renners van voren. Slow Quickstep heeft er een aantal van voren zitten, Reinderink zit daar ook nog goed bij. En de ploeg van Volkers Wessel die nog op kop viest. Ik hoop dat Jordi Bouwse tot het einde kan redden, maar ik moet zeggen, ik vrees ervoor. Ik denk niet dat hij op dit moment de beste uit de kopgroep is. Dus moeten we het weer van Inklaar hebben vandaag. Ja, met nog 7 kilometer te gaan moet Bouwse de kopgroep laten gaan. De kopgroep bestaat nu nog maar uit 3 man. Habets, ook nog nooit van gehoord en nog niet eerder gezien van Metec. Ottema van Alink en Jan Willem van Schip van A-blok. En daarachter dus Bouts. Voor onze Tour de Tietema, nog een man van A-blok, Joentunen, de Finse kampioen, of in ieder geval ex-Fins kampioen, Buik, de Talle, de Meester. Ja, voor de rest niet zo'n hele interessante naam en daar komt het peloton al aan, waar nog steeds gewoon heel ons team in zit, zoals Tietema zit er officieel nog bij. Ja, moet nu toch wel afhaken, wordt nu toch wel te zwaar voor hem. En ook De Vries heeft het lastig, Tenfield, Budding, die gaan het allemaal natuurlijk lastig krijgen, maar Bloem die gaat proberen het langste bij Inkelaar te blijven, omdat hij nog wel de meeste energie heeft. We hebben hier nog redelijk veel energie over, maar het gaat eigenlijk niet genoeg zijn voor de etappe-overwinning. Ik ben zelfs blij als we niet eens tijd verliezen, want de rest heeft natuurlijk wel wat meer sprintenergie over. Jordi Walop die daar goed Le Cerf zet, die gaat misschien wel de etappe winnen. We gaan het even zien. Nee, Marchand lijkt de snelste te gaan zijn voor Lindeman, dus die pakt weer bonies. En de witte trui voor op Prost, die wordt denk ik vierde. Dupont daar nog tussen, Dame. En dan hebben we Inkelaar, die toch niet te veel tijd verliest in ieder geval met zijn directe concurrent. Dus dat is mooi. Nog steeds geen wijziging in de top 10 van het klassement, behalve wat tijdsverschillen. Timothy Dupont blijkt toch nog lastiger te zijn om in te halen dan gedacht. Want dit soort etappes, daar moeten we het natuurlijk wel van hebben. Maar we gaan naar de laatste etappe van deze aflevering van vandaag. Vandaag is weer een belangrijke dag voor de bergtrui. Helaas gaan we de eerste punten niet oppakken, maar dit is maar een derde categorie. Dus hier maak ik me ook niet zo heel druk om te even zorgen dat Bloem weer terugkomt. Hem had ik per ongeluk niet mee laten sprinten hier. Ja goed, we moeten natuurlijk met Bout zorgen dat we in ieder geval over die eerste categorie klim komen. Zodat we genoeg punten hebben dat Bert-Jan Lindeman er niet al te veel meer kan pakken. Want ik had dus even gemist dat we met Bout niet meer officieel in de bolletjes rijden. Ja, we fietsen wel in de bolletjes trui, maar we staan dus tweede in het klassement. Omdat Bert-Jan Lindeman ons al heeft ingehaald. Dus we moeten hier nog wel wat punten goed gaan maken. Het zijn er maar 3 die we nu achter staan. Dus dat moet wel goed komen met die tweede categorie klimmen. En ik hoop ook op die eerste categorie klim nog wat punten mee te pakken. Bloem is helaas een bekeken zaak. Die gaat niet meer terugkomen in deze kopgroep. Staat inmiddels op 4 minuten. Heb ik ook niet meer heel erg zijn best laten doen. Ja, Jordi Bouts gaat nu wel weer wat punten pakken. Gaat er niet al te veel zijn. Ofwel, hij gaat als eerste over de bergsprint komen. Dat is lekker. Dus hij pakt hier gewoon 5 punten. Staat weer virtueel in die bollentrui die hij draagt. In de gelegenheid omdat Bert-Jan Lindeman natuurlijk de gele trui draagt. Oké, tweede bergsprint. Lijkt erop dat de bruine deze gaat pakken. Is op zich niet zo erg, want hij heeft maar 6 punten. Wij pakken natuurlijk die tweede plek dan, dat is volgens mij 3 punten. Pakken we in ieder geval gewoon weer wat meer voorsprong op Bert-Jan Lindeman. Even kijken, nummer 3 gaat Maurits zijn en dan is Ottema de nummer 4. En dan kunnen we het virtuele klassement eens bekijken. Rechtsbovenin komt het dan als goed, zoals iedereen die punten heeft opgepakt. Ja, Jordi Bouts heeft nu 5 punten voorsprong. En dan gaan we ondertussen door naar die eerste categorie. En we hebben een redelijke grote voorsprong op het peloton. Dus ik hoop dat we op die eerste categorie ook nog wel wat punten kunnen pakken. Het peloton heeft toch nog wel wat meer tempo gemaakt. Het gaat toch nog wel wat hard. En dat geldt ook voor de kopgroep. Want Jordi Bouts heeft zijn medevluchten moeten laten gaan. De Bruyne die gaat nu alleen op kop. En ik vrees dat Jordi Bouts ook niet als tweede boven gaat komen op deze berg. Omdat het nog 7,8 kilometer is. En we zitten inmiddels al onder de 4 minuten voorsprong. Dus dat wordt nog een hele taaie klus om daar als tweede over die bergsprint te komen. Ik had me toch vergist, want Jordi Bouts gaat inderdaad als tweede over de finish komen. Of finish zeg ik ook een keer, die bergsprint.
En ja, voor Pro die gaat, ja, zonder dat hij door heeft, ook nog wel punten pakken. Is op zich niet zo erg. Hebben we inmiddels 13 punten voorsprong. 69 punten hebben we op dit moment. Ja, Timothy de Bon zit ook nog steeds in deze groep. En die moeten we eigenlijk wel proberen te lossen deze etappe. Ik denk dat dat het doel is voor die volgende claim op die oorcategorie. Gewoon tempo maken, zodat Dupont het lastig gaat krijgen. Begonnen aan de laatste dag, of de laatste klim van de dag. En ja, het is wel een opvallend beeld, want ik wilde dus tempo maken. Maar het tempo wordt al gemaakt door Timothy Dupont zelf. En ook een ploegmaat van de nummer 3 in het klassement. Dat is die William Jr. Wallop zit er ook nog steeds bij. Inklaar zit er ook netjes bij, samen met Marchand van Tartaletto. En ook Bert-Jan Lindeman in de gele trui zit er gewoon nog netjes bij. Uiteindelijk zijn we nu toch weer gelost door Dupont. Fietsen daar net 40 seconden achter, dus dat is balen. We gaan hier wel weer wat tijd verliezen. Maar onze andere kant, een concurrent voor de top 10, of eigenlijk plek 6 is dat, is Stijn Dame. Die fietst hier samen met Inklaar. Dus als we die gewoon goed in de gaten houden, dan hoeven we daar in ieder geval geen tijd op te verliezen. En ja, de top 4 van deze Tour de France, die is toch wel redelijk gezet. Met Marchand op een ja, toch wel duidelijke plek 4. Maar het gaat nog tussen deze 3, 2 waarvan ik de naam eigenlijk niet uit kan spreken. En dan nog Bert-Jan Lindeman, die op dit moment dus ook de gele trui pakt. Of in ieder geval heeft. En ja, niet als eerste boven gaat komen op de oorcategorie. Dus dat is goed voor Jordi Bouts. Maar gaat denk ik wel virtueel die trui overnemen. Had een voorsprong van 13 punten. En Bert-Jan Lindeman pakt hier 15 punten. Dus ja, dan pakt hij net met 2 punten die bolletrui. Want het is Inklaar. Gaat Timothy de Pont nog bijhalen. Dus dat is goed nieuws. Misschien dat we in de afdaling zelfs het gat helemaal dicht kunnen rijden. Voor Prost is het eigenlijk die na de overwinning gaat sprinten. Komen daar wel Le Cerf en Lindeman daar nog achter. Lindeman gaat tweede worden in deze etappe. Dus behoudt duidelijk zijn gele trui. Marchand komt daar nog achter. En daarachter komen Inklaar en Dame die nog steeds op jacht zijn naar Dupont. En ja, die gaat toch nog wel wat seconds pakken helaas. Daar ben ik wel bang voor, want hij is natuurlijk ook snel aan de meter. Dus hij gaat hier natuurlijk als een malle op de meter afsprinten. Ja, dat kunnen we helaas niet voorkomen. Dat hij nog een paar seconden pakt. Ook zijn Dame die gaat misschien nog een klein gaatje maken. Nee, dat doen we net niet. Dus ja, met Inklaar 7e in de etappe, 6e in het algemeen klassement nog steeds. In het algemeen klassement verandert het dus niet zoveel, omdat ja, iedereen redelijk achter elkaar binnenkomt. Hier ook Beulink op de 9e plek. Die gaat misschien Jordi Wallop wel voorbij, omdat hij 8e staat in het algemeen klassement. En Kwaadvlieg staat 10e en Boussalto staat 12e. Dus ja, geen grote wijziging in ieder geval in het algemeen klassement. Ja, weinig veranderingen in het algemeen klassement, behalve dus Meinert Beulink die Jordi Wallop voorbij gaat om plek nummer 8 Inklaar. Verliest dus wel secondes op Timothy de Pont, dat is jammer, komt wel in dezelfde tijd binnen als Stijn Dame, maar verliest dus inderdaad 11 seconden. En ja, die top 4 die is eigenlijk wel zo goed als gevlogen. Bert-Jan Lindeman nog steeds in de gele trui. Puntentrui is ook gewoon voor Timothy de Pont, staat bijna 200 punten voor inmiddels. Bergklassement, ja helaas, 2 punten komen wij tekort om die te gaan dragen. Bert-Jan Lindeman leidt die dus en zo'n klassement is ook onveranderd en het ploegklassement, ja, dat is ook duidelijk voor Soudal Quickstep. Wij zakken inmiddels naar de 3e plek daar. Helaas, Circus die daar het ook heel goed doet. Daar heb ik eigenlijk niet op gelet dat mijn 2e en 3e renner ook daar goed eindigen. Maar goed, dit is het voor de 2e aflevering. Laatste aflevering gaan we de Tour helemaal affietsen. Dan gaan we kijken of Bert-Jan Lindeman inderdaad deze Tour de France kan winnen. En of we misschien met Tour de Titel maar nog 1, wellicht 2 etappes kunnen winnen. Want deze aflevering was het wel minder dan de eerste. De eerste aflevering hebben we natuurlijk 2 etappes meteen gewonnen met Martijn Budding. Maar ja, deze week ging het iets minder. Maar we gaan zien hoe het volgende week verloopt. Ik hoop dat je dan weer kijkt. Ik zie jullie weer volgende week.